Alkmaar herbergt nogal wat bekende historie. En dat is op heel veel plekken duidelijk door bijvoorbeeld de goed zichtbare monumenten. Maar historie kan ook heel persoonlijk zijn en daardoor minder zichtbaar. Om dat onder de aandacht te brengen was er als onderdeel van 450 jaar ontzet het project Onzichtbare Monumenten. Ja, heel Alkmaar en elke stad zijn vol met zichtbare monumenten. Maar wij gingen een keer van de onzichtbare monumenten en daar zijn er veel meer van. Want elke inwoner heeft er talloze als je erbij gaat nadenken. En daar zijn we naar op zoek gegaan. Op een middag moet mijn stiefvader bellen hier. En dat mag. Hij gaat hier naar die grote zwarte bakkelieten telefoon. De buurvrouw gaat naar binnen en hij staat in de gang. De buurvrouw hoort een bons en gaat kijken en vindt mijn stiefvader dood op de grond. Dus iedere keer als ik hier langs rijd, denk ik, ach ja, mijn stiefvader die zo plotseling overleed. En die aardige mevrouw, hè, die de schrik van haar leven kreeg. Nou, voor mij is het dat ik een steen uit een pilaartje gereden heb bij de oprit op de Jan van Schorelkade. En als ik daar langs fiets of langs loop, dan kijk ik altijd naar dat pilaartje en ik zie het altijd.